zijn de laatste maanden voor zwembad Poseidon in Brakel. Het zwembad is verouderd en heeft te kampen met betonrot. Brakel opent volgend jaar een gloednieuw zwembad op de terreinen van Sporthal de Rijt. Maar zo lang gaan we het oude zwembad niet meer open houden, klinkt het bij het Brakelse gemeentebestuur. Zwembad Poseidon sluit al vervroegd de deuren op 23 december, aan het begin van de kerstvakantie. En daar zit vooral de torenhoge energiefactuur voor iets tussen. Momenteel zitten we tussen de 33.000 en 35.000 euro voor het zwembad Poseidon open te houden. Wat dat toch wel een serieus bedrag is. Terwijl het nieuwe zwembad een Ben-verhaal heeft. Het nieuwe zwembad Ben betekent bijna een neutraal energie. Dus dat betekent ook dat wij op die moment ongeveer tussen de 20.000 en 25.000 euro besparen. Dus, en nu, als we 2 maanden dicht gaan, gaat die 35.000 integraal niet meer zijn. Voor de inwoners van Brakel is het dus de laatste schoolvakantie om nog eens baantjes te komen trekken in zwembad Poseidon. Want na 23 december zal Brakel eventjes zwembadloos zijn. Toch voor een kleine 3 maanden. Want pas eind maart opent het gemeentebestuur het nieuwe zwembad aan Sporthal de Rijt. Wij moeten sowieso ons mensen de nodige kans geven om vorming. We hebben ook de nodige tijd nodig om het oude waterloos achter te laten. We hebben ook tijd nodig om het nieuwe te integreren. Dus de scholen die zijn samen met ons op de hoogte en die hebben geen enkel probleem om die 2 maanden, bijna 3 maanden, te overbruggen. Vanaf eind maart kan elke inwoner van Brakel dan terecht in het gloednieuwe zwembad dat ook aansluiting zal hebben met Sporthal de Rijt. En de interesse is nu al groot. Desondanks dat het bad ginder hetzelfde bad is als hier, maar het verschil daarvan is dat het kleine bad naast het grote bad ligt, dat de kades ruimer zijn. Het is een totaal nieuw perspectief. En ook zwemclubs zijn al actief. Om ons te modereren en te vragen om mogen komen te zwemmen. Dus dat is toch wel een mooi verhaal al.